Ik ben weer in Den Haag en ik heb een afspraak weer met een politicus. Ik heb deze week een afspraak met Job Cohen. Hij is fractievoorzitter voor de PvdA en natuurlijk oud-burgemeester van Amsterdam. Volgens mij zit hij ergens al warm binnen, dus laten we snel naar hem toe gaan. Meneer Cohen, leuk dat u tijd voor ons heeft. Nou, met veel plezier. U bent de eerste die ons binnenhaalt ook. Nou, dan hoop ik niet dat ik de laatste ben. Vorige keer sprak ik met Anoushka van Miltenburg, die had ook een vraag en nu laten we er even naar gaan kijken. Meneer Cohen, bent u het nou niet met de VVD eens dat bij jonge mensen met een beperking, dat we die moeten helpen om aan het werk te gaan in plaats van dat we hun op hun 18e een WAJONG uitkering geven en de rest van hun leven gevangen laten zitten in een uitkering? Ja, Anoushka, natuurlijk moet je jongeren met een beperking helpen om aan het werk te komen. En de nadruk ligt dan ook op helpen. En dat is precies wat de VVD niet doet. Die schaffen alle mogelijkheden om jongeren te helpen om aan een baan te komen af. En ik vind dat die mogelijkheden er moeten blijven. En hoe meer jongeren met een beperking aan het werk komen, hoe liever het mij is. We hebben wat aantal jonge vragen voor u. Dus ik hoop dat u daar ook klaar voor bent. Vroeg ik me bijvoorbeeld af, wat vindt u ervan dat Mauro weg moet? Ik vind dat echt vreselijk. En ik vind het ook daarom vreselijk, omdat hij al zo ontzettend, niet alleen al lang in Nederland is, maar omdat hij zo deel uitmaakt van zijn familie. Ja, en ik vind dat je families niet uit elkaar moet rukken. Mensen kennen u natuurlijk ook als burgemeester van Amsterdam. Het Beursplein staat er nu vol met Occupy, schoffies zou ik bijna willen zeggen. Zou u die al lang ervan hebben afgeveegd? Ja, je zegt dat het schoffies zijn. Ik vind die Occupy-beweging, die begrijp ik wel. Het zijn echt mensen die zeggen, hoor eens, wij krijgen helemaal geen baan. We zien hoe banken, hoe die met het grote geld vandoor gaan. Daar is die beweging tegen gericht. Dus ik begrijp die beweging heel goed. Nou kom ik hier net binnen in uw kamer en ik zie dat er een iPad op uw bureau ligt. Maakt u daar veel gebruik van? Ik vind het een geweldige uitvinding. Speelt u nou ook vaak Angry Birds of Word with Friends? Ik ben zo ontzettend verstandig geweest om die Angry Birds er niet op te zetten. Ik vrees dat ik er anders dat ik daar tijd aan zou gaan besteden. Ook heb weer vragen gekregen van de mensen thuis. En die vragen zijn onder andere, hoe zit het met de toekomst van de PvdA? Ik hoop dat wij een land krijgen waar mensen op een goede manier met elkaar omgaan. Een sociaal land. En dat is waar de Partij van de Arbeid voor staat. Andere vraag is, wat wilt u voor kerst hebben? Met mijn familie het afgelopen jaar met elkaar doornemen. En onze toto voor het volgend jaar, wat er allemaal gaat gebeuren, weer met elkaar invullen. Ook een vraag is, u vindt dat de crisis verkeerd wordt aangepakt. Hoe zou dat dan wel moeten? We weten allemaal dat er een teruggang is in de economie. Maar dan moet je eerlijk verdelen. En dan moet je zorgen dat mensen die het beste hebben, dat die ook echt een bijdrage leveren om die recessie op te lossen. En dat gebeurt nu niet. Het is weer tijd voor de 5 stellingen. En op die 5 stellingen mag u alleen antwoorden met ja of nee. Stelling 1 is, ik moet stiekem wel lachen om die filmpje van Lucky TV. Bestaat mijn baan straks nog? Ik denk het niet, Job. Niet stiekem, gewoon lachen. Stelling 2, het Koninginnedagfeest op het Museumplein moet gewoon doorgaan. Nee. Stelling 3, het is moeilijker om fractievoorzitter te zijn dan burgemeester van Amsterdam. Het is even moeilijk. Stelling 4, Nederland gaat het EK winnen. Laten we het hopen. Stelling 5, er moet een leeftijdsgrens komen voor vuurwerk om zo ongelukken te voorkomen. Ik vind wel dat je maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat die ongelukken kunnen worden voorkomen. Maar ik weet niet of je dat redt door een leeftijdsgrens te stellen. Meneer Cohen, volgende keer spreek ik met Sabine Uitslag. Heeft u misschien ook een vraag aan? Jazeker, Sabine. Ik heb ook een vraag aan jou. En het is een vraag die betrekking heeft op Mauro en diegenen die in eenzelfde situatie zitten zoals hij. Vind jij eigenlijk niet diep in je hart dat iemand die al zo lang in Nederland is en zo deel uitmaakt van een familie, dat hij niet eigenlijk gewoon deel moet blijven uitmaken van die familie?